De culturele organisatie NAX heeft gisteren voor de 6e keer op rij de iconenkalender uitgebracht. Deze kalender bevat jaarlijks 12 nieuwe Surinamers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. En daarom door de organisatie worden geëerd. Dit project is in het leven geroepen omdat volgens NAX-voorzitter Sigmund Staphorst er te vaak werd gezegd dat Suriname geen voorbeeldfiguren heeft. Dat klopt helemaal niet, zegt de NAX-voorzitter. Het is een belangrijk project voor de Surinaamse historie, vooral voor het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en de nationaliteitsbeleving. Staphorst vertelt waarom het belangrijk is dat vooral de Afro-Surinamers een voorbeeld moeten zijn. Daarom hebben wij gezegd vanuit NAX, de eerste 5 jaren moeten we tonen aan de samenleving dat er voldoende Afro-Surinamers zijn, naar wie we kunnen opkijken. En daarom zijn we begonnen met dit project. En we hebben aan de samenleving gezegd, wij beginnen met 60 Afro-Surinamers. De eerste 5 jaar reserveren we voor Afro-Surinamers. En vanaf de 6e editie van de krant gaan we ook niet Afro-Surinamers op de kalender opnemen. En dat hebben we gedaan. Vanaf dit jaar hebben we ook niet Afro-Surinamers. En vanaf dit jaar zullen we elk jaar niet Afro-Surinamers ook op de kalender hebben. Dat is wat wij eigenlijk vanuit NAX plannen en ook gaan doen. Bij de keuze van de iconen is er naast hun bijzondere prestaties en bijdrage aan de nationale cultuur en nationale ontwikkeling ook gelet op genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal mannelijke en vrouwelijke iconen. NAX kreeg gisteren het bezoek van de Allende-school en Staphorst zegt erg onder de indruk te zijn geweest van de leerlingen die zoveel vragen en opmerkingen hadden. En toen was er één jongen en hij stond op en hij zei, ik wil echt iets erbij zeggen mevrouw, wat ik nog niet heb gehoord. En we zeiden, zeg het maar. Hij zei, het gaat niet om mensen naar wie men opkijkt, maar jullie moeten zeggen dat het gaat om mensen naar wie de Surinaamse jeugd kan opkijken. Dat heeft hij gezegd. Ik vond het geweldig dat de jongen opstond om dat te zeggen. Hij zei, en we hebben dat nodig. We hebben dat echt nodig. Nou, het is gezegd door een scholier. En wij waren heel blij daarmee, omdat als je kijkt wie de idolen zijn van onze Surinaamse jongeren, dat zijn het in elk geval zelden Surinamers, zelden Surinaamse iconen, allemaal buitenlanders, allemaal buitenlandse artiesten, goed en slecht. Maar onze eigen mensen, die worden niet gezien. Daar wordt aan voorbij gegaan. De teksten op de iconenkalender zijn zowel in het Nederlands als in het Sranantongo, om zodoende het gebruik van deze taal te promoten. Een passende oddo die per icoon geplaatst is, moet zorgen voor bewustzijn met betrekking tot het stukje cultureel erfgoed. Er is ook bewust gekozen voor een aantal bijzondere Surinamers die nog in leven zijn, omdat NAX van mening is dat helden ook gedurende hun leven die grani moeten krijgen die hen toekomt.